Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag deze Lima 1605 NS locomotief. Ik heb hem al opengemaakt. Ik was heel benieuwd wat er allemaal niet aan zou werken. Ik wist alleen dat hij defect zou zijn. Inmiddels weet ik dus dat het frame gebroken is. De motor heb ik nog niet naar gekeken. Ik weet dat hij waarschijnlijk niet rijdt. Het plan is dat hij hiervoor komt te rijden. Ook een Lima. Past mooi bij elkaar. Ik heb nog... Even zoeken. Deze Roco 1800. En ik dacht... Ik zal eens even in beeld komen met dat ding en nog een rommel weggooien. Ik dacht zo dat een Roco wellicht langer zou zijn. Maar, zoals ik het zo zie, dan valt het eigenlijk best wel mee. De Roco is al gedigitaliseerd en rijdt ongetwijfeld veel lekkerder dan dat deze Lima ooit zal doen. Maar toch, het is een goedkoop alternatief voor de trein die ik daar al heb liggen. Hij heeft alleen aan de voorkant een lampje, de achterkant is het lampje al van verdwenen. De gebruikelijke elektronica zit er op, zoals bij die Lima dingen. Dit zal opnieuw erop gezet moeten worden. Zo te zien is de voorkant al een keer gelijmd. Ja... Als dit gelijmd is, dan is alle lijm wel netjes verdwenen. De motor. Even kijken. Ik heb hier... Zo. Mijn werkplaats is nog een beetje een rommeltje. Ik heb hier een goede stroom. Even kijken. Misschien is dit nog wat makkelijkste. Ja, ik heb stroom. En de motor doet inderdaad helemaal niets. De tandwielen zitten er wel allemaal op. Hier zit een veertje. En daaronder zit een koolborstel. Hier zit een koolborstel zonder veertje. Dus als ik dan ook niets heb ik nog wel stroom. Oh, verkeerde kabeltjes. Ja, deze. Kijk. Meurt, maar er zit leven in. Goed. Even zien. Met de collectie veertjes. Ik ga waarschijnlijk hier uiteindelijk, zoals ik bij meer van mijn Lima's heb gedaan, een... Even kijken. Ik kan wat herrie geven. Ja. CD-spelermotor inbouwen. Maar niet vandaag. Het is een lange tijd geweest dat ik bezig ben geweest met de treinen. Er is een boel gebeurd. Het is voor mij ook even opstarten. Jo, ik weet. Ik moet nog eens goed bedenken hoe ik ook weer deze video's op YouTube zetten.
Zo. De lamp zie ik zit maar met één draad aangesloten, de andere zit er niet op. Het is echt een rommeltje qua soldeerwerk. Hier is nog meer afgebroken, zo te zien. Deze heeft een flinke smak gemaakt. Goed, ik ga hem lijmen zonder motor. Die motor die kan ik er later terug inzetten, onderkant eraf halen en dergelijke. Ook dit rommeltje. Haal ik er even vanaf. Mijn handen tenminste vrij om dit rustig in elkaar te gaan zetten. Deze kap. Ik heb tegenwoordig een paintmarker. Ik zag dat deze kap al een keer overgeschilderd is. En dit is een zilverstift. Zo, nu zijn de relingen voor de machinist weer mooi zilver. Verder moet ik zeggen dat deze er toch wel redelijk uitziet. Hij moet echt schoongemaakt worden. En mijn vinger is nu zilver. Moet echt schoongemaakt worden. Dat had ik misschien beter eerder kunnen doen voordat ik met die zilver aan de gang ging. Maar hey, weet alles maar eens achteraf. Ik heb vorige week ook die stoomtreinen laten zien. Daar ga ik zeker nog wat mee doen. Maar ik dacht, laat ik beginnen met iets eenvoudigs, iets wat ik snap. Een Lima die niet wil rijden. Dat lukt meestal wel. Ik heb nieuwe lijm. Ik ben heel benieuwd hoe die het doet. Mijn oude was op. Ik had geen zin om naar de winkel te gaan waar ik het altijd haalde. Ik heb deze ergens opgedoken. Het is in ieder geval makkelijker om te doseren, lekker precies. Hij zat precies goed. Heb ik nu alle lijm alweer afgehaald. Met mijn vingers in het recht zetten. Blazen helpt niet alleen bij de verdamping, veel van deze lijm reageren ook op
stikstof of CO2 of iets dergelijks, wat je er dan ook nog eens extra langs blaast omdat het vanuit je adem komt. Dus het zal CO2 zijn. Waardoor het die sneller droogt. Ik weet niet meer wie me dat verteld heeft of waar ik dat gehoord heb. Het klinkt wel als een slim plan. Deze kan rustig drogen. De kap mist zijn buffers. Daar moet ik even in het archief duiken. Wellicht dat ik nog een paar heb. De pantografen zijn enigszins verbogen. Maar ze zijn heel. Ze zijn stroef, maar ze zijn heel. Dat is mooi. En om hem goed schoon te maken zal ik die er ook echt af moeten halen. Hij moet even flink gewassen worden. Hopelijk gaat dit er nog af. Hopelijk ook die verf die ik net gemorst heb. Daarna eens even zien. De ruiten zijn erg vies. Dat is de lamp. Er zit één lamp op. Dit wordt dus de voorkant. Hij gaat ook alleen maar aan de één kant op rijden. Er hoeft geen achterverlichting op te zitten. Dus het is het fijne van deze. Niet al te ingewikkeld. Motor. Ja, daar moet die gaat in ieder geval wat olie krijgen. Waar is mijn olie eigenlijk heen? Die gaat wat olie krijgen als ik mijn olie gevonden krijg. Ik vermoed dat die achter mijn werkbank gevallen is. En uiteindelijk, ja, ik denk dat als ik deze echt hiermee ga rijden, dat hij dus inderdaad een CD-motor krijgt. En aan de ene kant zal ik de koppeling er denk ik vanaf gaan halen. Met CD-motor digitaal maken natuurlijk, want ik wil digitaal gaan rijden als ik ooit een baan heb. Dan denk ik dat die Lima de Tijger prima moet kunnen trekken. Dus dat is het plan hiervoor. Dus niet iets voor vandaag. Ik merk dat het allemaal erg moeizaam gaat, dus ik laat het hierbij. Ik laat even lekker alles drogen en ik zet het daarna opnieuw in elkaar. Dankjewel voor het kijken. En hopelijk komt deze nog een keer terug als het een mooi eindresultaat is.